Nee. Ah, eigenlijk wel. Want dit is al bijzonder, hè? Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar dit is al bijzonder. De Heilige Geest is hier. En er gebeurt van alles, in jullie harten misschien, veel in het verborgene. En als de Heilige Geest werkt, dan is het soms zo dat een bediening wordt geactiveerd. En een bediening werd geactiveerd bij Robert. Die stond hier, in mijn beleving is Robert een ras evangelist. Dat vind ik, dat denk ik. En als hij hier staat en tot tranen toe geroerd is, en de overtuiging heeft dat mensen de kans hebben vanmorgen om hun leven aan Jezus te geven, dan wil ik het serieus nemen. Dan is het zo dat de Heilige Geest zich op zo'n manier roert vanmorgen, dat hij sommigen van jullie heeft aangeraakt die misschien voor het eerst of opnieuw hun leven aan Jezus willen geven. Dat kan zijn bij de ouderen, bij de volwassenen, jongvolwassenen, tieners, maakt niet uit. En die kans wil ik dan ook inkoppen. Als hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik wil gewoon mijn leven aan Jezus geven, dan wil ik daar vanaf deze plek heel graag voor bidden. Maar dan wil ik wel heel graag weten voor wie ik bid. Dus als je hier zit en je zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven, ik ben gewoon geraakt, dan mag je het even kenbaar maken door je hand op te steken. Wie van jullie is dat? Daar, oh mooi, fantastisch. Er is nog meer. Daarachter, fantastisch. Nog meer? Daarachter, ook iemand. Geweldig. Nog iemand die zegt, ja, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Het is vanmorgen, de tijd. Het is nu het moment. Wie nog meer? Zo is het. Ja. Nee. Ja. Dus wie zegt, ik wil die stap zetten? Iemand nog. Daarachter ook, fantastisch. Prachtig. Heer Jezus, dank u wel voor deze mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, dat uw geest werkt. Heer, ik bid dat u, als u een werk bent begonnen, heeft u beloofd, ik zal dat voortzetten en afmaken tot de dag van Christus Jezus. Heer, wast u met uw bloed deze prachtige mensen. Dank u wel dat u bent gestorven voor ze. En dat u bent opgestaan voor ze. En dat u de wegbereider bent om met uw geest in hun harten te komen wonen. Zeg maar in je hart, Heer Jezus, hier ben ik. En ik wil mijn leven geven aan u. Wast u mij schoon en komt u met uw Heilige Geest in mijn hart wonen. Dank u wel dat ik nu op dit moment uw kind ben. Dat ik u vader, papa mag noemen. En dat ik geborgen ben in uw hand. Heer Jezus, dank u wel dat u hebt toegevoegd aan uw huisgezin vanmorgen. Wat een bijzonder wonder is dat. En we prijzen uw naam daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dan mogen nu de tieners naar... ja. Oh, Thijs, ja. Zeker. Wie microfoon, Thijs? Is dat handig? Ik weet niet of... Ja. Mag ik daar nog een tekst aan toevoegen voor deze bijzondere gebeurtenis? En vooral voor degenen die ook de hand hebben opgestoken. Maar het geldt eigenlijk ook voor ons allemaal. Want er staat in Richteren 5 vers 31. Maar die hem liefhebben, die maakt hij als de opgaande zon. Zo krachtig zal het woord van God in je zal zijn. Hij maakt je als de opgaande zon. Zo krachtig. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Als je hem lief hebt. Prachtig. Dankjewel. Ja, dankjewel Thijs. Mooi. Ja, natuurlijk. Ik kom niet meer naar preken toe, mensen. Wat ik heel mooi vind, dat is in een andere vertaling dan Thijs. Dan staat erbij,
die is als de opgaande zon in haar kracht. En dan staat er achteraan, die steeds helderder straalt tot de volle dag. En dat mogen we ook pakken. Ja, mooi. Ja, mooi. Mooi. Goed. Lieve gemeente. En ik zeg even met nadruk lieve gemeente, omdat ik vanmorgen geen zoete broodjes met jullie wil bakken. Ja, soms heb ik een bemoedigend woord. En soms heb ik een leerzaam woord. Misschien dat het vanmorgen ook leerzaam is, dat weet ik niet. Maar ik heb vooral vanmorgen een stevig woord. Dus als je nu nog naar huis wilt gaan, is nu de kans. Tijdens de preek kan dat niet meer. En dat is best spannend. Chantal bad zojuist, heren, dat wij veranderd naar huis mogen gaan. En de Heer wil dat. De Heer wil ons laten groeien en ons laten veranderen. Maar de vraag is, wil jij dat? Zolang jij dat niet wilt, zolang jouw deur op slot blijft, gaat dat niet gebeuren. Dus mijn vraag is of je, ondanks het feit dat het een stevige boodschap is, waarbij het risico er is dat je in de weerstand komt, dat kan maar zo, hè? Kan maar zo zijn dat je na afloop van deze dienst misschien wat geïrriteerd bent, misschien wat boos op me bent, of even een stevig gesprek met me wil, helemaal prima, maakt me helemaal niet uit. Maar wat ik vooral bid is dat je niet in de weerstand blijft, maar je hart openstelt. Want het evangelie is prachtig mooi en soms ook stevig. Want de Heer Jezus wil tot ons spreken, vanmorgen vanuit het evangelie van Lucas, met een stevig woord, omdat hij dat zelf uitspreekt. En als ik Gods woord lees en Gods woord vanmorgen wil uitleggen, dan moet ik Gods woord recht doen. En dat is vanmorgen stevig. Ik ben hier begin van het seizoen gekomen om jullie als gemeente wat te helpen. En ik kreeg een mandaat, maar ook een opdracht mee. En de opdracht was veelledig, veelvuldig. Had onder andere te maken met leiderschap. Het leiderschapsteam versterken. Nou, vanmiddag gaan we met elkaar, met het leiderschapsteam en een aantal andere mensen om tafel, om eens te praten over dat thema. Ik heb jullie wat geholpen in een stuk onderwijs, waarvan ik dacht dat het goed zou zijn voor deze gemeente. Met name gericht op de Heilige Geest, over profetie, over de kracht van de Heilige Geest. Komende dinsdag ga ik met jullie nadenken over het thema genezing. Dus als je hier bent en je wilt daar meer onderwijs over, gezond onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de kracht van de Heilige Geest, maar ook met de gebrokenheid van deze wereld, van harte aanbevolen om daar dinsdag bij te zijn. Dat is een voorbereiding op Wonderlijke Zondag in juni. Hoe prachtig mooi is dat, dat hier op deze plek er een wonderlijke zondag is, waarin we wonderen verwachten van de Heer en ons aan uitstrekken. Er is me ook gevraagd om met jullie na te denken, of jullie te helpen met betrekking tot het onderwerp discipelschap. En dat is wel een dingetje. Ik denk namelijk dat als ik kijk naar de kerk in Nederland, als ik het even wat breder trek, dat de kerk in Nederland ziek is. En dat kan ik gewoon vrijmoedig zeggen, omdat ik zelf onderdeel uitmaak van die kerk. De kerk in Nederland is ziek. En als iemand ziek is, is er een dokter nodig. En die dokter gaat de kerk onderzoeken om te zien wat er nodig is. En voor zover ik daar zicht op heb, en voor zover ik werkzaam ben in het werkveld op het kerkelijk terrein in Nederland, kom ik tot de conclusie dat de diagnose als volgt is: er is gebrek aan discipelschap. En als er gebrek is aan discipelschap, als daar nog winst te behalen valt voor de kerk in Nederland, moeten we eerst met elkaar gaan ontdekken wat discipelschap nu eigenlijk is. Want discipelschap is inmiddels een soort van containerbegrip geworden. Er is een discipelschapcursus hier en een onderwijs over discipelschap, onderwijsavond over discipelschap daar. Wat is nu eigenlijk discipelschap? En daar wil ik heel graag de Heer Jezus over aan het woord laten. En hij heeft daar woorden over gesproken, zoals ik al zei, vanuit het Lucas-evangelie, in wel hoofdstuk 14. Lucas hoofdstuk 14. Vanaf vers 25.
Daar staat: grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Want dat willen we wel. Jezus is interessant, is oneindig boeiend. Als je bij Jezus bent, gebeuren er bijzondere dingen. Kun je genezing verwachten, kun je bijzonder onderwijs verwachten, kun je een liefdevolle aanraking verwachten. Dus tot zover helemaal prima. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan mijn leerling, of in andere vertaling, discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. En je weet, als Jezus dat zegt, moet je opletten. Dit gaat over discipelschap. En ik zei al, vanmorgen worden er geen zoete broodjes gebakken. En Jezus is messcherp. En zo kennen we Jezus niet altijd, want Jezus zegt regelmatig: kom bij mij als je moe bent of onder een lastig gebukt gaat en ik zal je rust geven. Kom bij mij als je dorst hebt, dan zal ik jouw geestelijke dorst lessen. Kom bij mij als je geestelijke honger hebt, dan zal ik jouw geestelijke honger vervullen, want ik ben het brood dat uit de hemel komt. Een uitnodiging voor iedereen. Iedereen die wil, die mag komen. Maar hier gaat het over discipelschap. De fase waarin je, nadat je een keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt, vervolgens een keuze gaat maken of je al of niet een discipel van hem wilt zijn. Want dat is een andere vraag. En daarvan zegt de Heer Jezus: als jij niet breekt met je broer of zus, man, kinderen, je eigen leven, je bezittingen, als je niet bereid bent om dat te doen, dan is dat gat van de deur. Dan kun je mijn discipel niet zijn. Dan houdt het gewoon op. Nou, dat is wel stevig, hè? Moet dat nou? En misschien hoop je dat ik als leraar hier nu op het podium die boodschap een klein beetje ga nuanceren. Ah, de Heer Jezus meende dat niet letterlijk, joh. Dat is niet helemaal zo. Er kwam ons ook iemand naar me toe, nadat ik een keer gepreekt had over dit onderwerp. Die zei van: hey Martin, is het dan werkelijk waar zo dat ik mijn bankrekening moet leeghalen en moet weggeven? Ik zei: nou, misschien wel. En toen moest ik plotseling denken aan die rijke jongeling die bij Jezus kwam. Die zei: ik heb alles gedaan, ik heb me al aan de regels gehouden. Alles koek en ei toch? En toen zei de Heer Jezus: verkoop alles wat je hebt, geef de opbrengst aan de armen en kom achter mij aan. En toen hij dat hoorde, was hij teleurgesteld en verdrietig. Hij draaide zich om en ging naar huis. Of er was iemand anders die zei: ja, ik wil u wel volgen hoor, maar laat mij eerst mijn vader begraven. Ik dacht altijd dat net zijn vader was overleden. Want Jezus zei: laat de doden hun doden begraven, maar kom jij achter mij aan. Ik vond het nogal hard. Wat die man eigenlijk bedoelt is: ik heb zo'n goede band met mijn vader. Als mijn vader overleden is, dan wil ik wel achter u aankomen. Of iemand die zei: ja, ik wil u wel volgen. Nou, zegt de Heer Jezus, ik heb helemaal geen huis, joh. Ik heb helemaal geen plek om te slapen. Maar als jij dat prima vindt, kom achter mij aan. Met andere woorden, wat Jezus hier zegt in Lucas 14, meent hij serieus. Hij meent dat serieus. Dat over die rijke jongeling, dat staat in Matteüs 19.
En even verderop, als die situatie zich heeft afgespeeld met die rijke jongeling, en die rijke jongeling naar huis gaat, dan zegt Petrus het volgende. Heren, wij discipelen, hebben alles achtergelaten. Dat klopt ook, hè? Ze hebben alles achtergelaten. Ze hebben net gewoon letterlijk uit hun handen laten vallen en zijn achter Jezus aangegaan. En we zijn u gaan volgen, zegt Petrus in hoofdstuk 19, vers 27. En dan stelt hij de vraag, en dat is een hele mooie, ook legitieme vraag, waar mogen wij nu naar uitkijken? Waar mogen wij naar uitkijken? We hebben alles achtergelaten. En nu? Wij zijn nu gaan volgen. En nu? Dat is een legitieme vraag. Want in Lucas 14 komen we ook die man tegen die een toren wil gaan bouwen. En de kosten gaat berekenen. Het lijkt wel alsof Jezus de oproep plaatst, wil jij de kosten gaan berekenen? Dat je bij wijze van spreken 100 euro hebt en bij jezelf nagaat, hoeveel van die 100 euro heb ik ervoor over om achter Jezus aan te gaan? Misschien 40 euro, 50 euro, 80 euro, misschien 10 euro. Nee, dat is de oproep helemaal niet. De kosten zijn al berekend, het kost je alles. Lieve mensen, het kost je alles. En we hebben het hier over discipelschap. Dat gaat je alles kosten. Alles. De oproep is niet, ga je kosten berekenen? De oproep is, ben je bereid om alles op te geven? Maar bij die man die een toren bouwt, is het uiteindelijk wel zo dat daar een toren uiteindelijk staat. En die koning die oprukt met 10.000 man tegen iemand met 20.000 man, uiteindelijk, als de overwinning wordt behaald of als er vrede is getekend, is daar iets behaald. Dan is daar vrede of is daar nieuw gebied veroverd of is er status verworven. Dus uiteindelijk levert het wel iets op. Dus als je alles wilt opgeven om Jezus te volgen, het uiteindelijk levert je dat iets op. En wat is dat dan? Wat grappig is, als we zo die tekst in Lucas 14 hebben gelezen over die stevige woorden van Jezus, wat eraan vooraf gaat, is een gelijkenis. En die gelijkenis heeft daarmee te maken. Lees maar mee, hoofdstuk 14, vers 15. Een van de andere gasten die dit hoorde, zei tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Daarop zei Jezus, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles staat klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan kijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. Een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven. Poeh. Eventjes, hè. We hebben hier te maken met iemand die een feestmaal heeft klaargemaakt. En dat moet fenomenaal zijn geweest. En er zijn oorspronkelijke genodigden. Die waren al uitgenodigd. En de dienaars die gaan naar die genodigden toe en zeggen, nou, het staat klaar, mensen. Het staat klaar. Je hoeft alleen maar aan te schrijven. Het is allemaal bereid voor jullie. En één voor één zeggen ze af. En je moet eens even goed kijken naar de redenen waarom ze afzeggen. De eerste die zegt, ja, ik heb een akker gekocht en ik moet even kijken. Laat dat eens even tot je doordringen. Er is flink geïnvesteerd voor die genodigden voor een heerlijk feestmaal. En het excuus om niet te komen is, ik heb net een akker gekocht en ik moet kijken. Hoe ziet dat eruit dan? Het akker is al gekocht, staat al klaar en dan ga je er naartoe. Dan ga je kijken.
is mooi, man. Ja. Heb gekocht. Is mooi. En dan? Iemand anders die zegt, ik heb net 5 span ossen gekocht. Die zijn al gekocht, die moet ik beslist keuren. Die moet even keuren. Die gaan we even keuren. Dat is een goede koop geweest. Blij mee. Goede koop. Is dat een reden om niet naar een feestmaal te gaan? Kun je dat ook niet volgende week doen? Wie die iemand anders zegt, nee, ik ben net getrouwd. Ja, en? Dan neem je partner toch mee? Het zijn allemaal rare, vreemde excuses die geen hout snijden. Ze slaan helemaal nergens op. Echt niet. Het heeft allemaal te maken met familie, net getrouwd, met status, 5 span ossen, goed gekeurd, echt heel goed, kun je er blitz mee maken, alsof je een Ferrari hebt gekocht, weet je wel. En met bezit. Status, bezit, familie, precies de redenen die Jezus opnoemt, die ons ervan weerhouden om een discipel van hem te zijn. En al die mensen die ervoor kiezen dat niet te doen, om vast te houden aan hun status, familie of bezit, nou, de man die de feestmaal heeft klaargemaakt, die is daar woedend over. En Jezus is in dat kielzog messcherp. Kun je mijn discipel niet zijn? Maar de hamvraag is, wat is nou dat feestmaal? Waar mag je naar uitzien? Wat is die toren? Wat is die overwinning? Wat gebeurt er met je? En waar mag je naar uitzien als je ervoor kiest daadwerkelijk alles los te laten en achter Jezus aan te gaan? Wat is dat dan? Het eeuwige leven. Het eeuwige leven? Maar wat is het eeuwige leven? Waar komt die? Het eeuwige leven, waar je naar uit mag gaan zien, is dat het koninkrijk van God zich in jou gaat openbaren. Er is namelijk naast deze zichtbare wereld, met ons bezit, onze familie en vrienden en onze status, waarvan we denken dat we het allemaal in de handen hebben, waar we ons leven op hebben gestoeld en gebouwd en geworteld, het weerhoudt ons ervan om achter Jezus aan te gaan en de principes van het koninkrijk te laten zien. Want het koninkrijk is niet zichtbaar. Hebben wij geen controle over en vinden wij heel erg eng om ons daaraan over te geven, maar dat is precies de sleutel tot discipelschap. Ons leven toevertrouwen, letterlijk toevertrouwen, aan de Heer van het Koninkrijk. En wat zul je dan zien, wat zul je dan meemaken? Nou, de principes van het Koninkrijk zullen dan zichtbaar gaan worden. De kracht van het Koninkrijk zal stromen door jou heen. Je zult merken dat de Heer van het Koninkrijk voor jou zorgt. Op welke manier zul je gaan ontdekken dat de Heer van het Koninkrijk voor jou zorgt? Als jouw leven zo is ingericht dat jij voor jezelf zorgt. Ik heb de Heer helemaal niet nodig. Kijk, de Heer geeft ons allerlei zegeningen. Maar diezelfde zegeningen in een rijke samenleving als deze, wordt een vloek als het ons weerhoudt om achter Jezus aan te gaan. De grootste uitdaging voor de kerk in Nederland is om datgene waar wij controle over denken te hebben los te laten. Discipelschap in de kerk in Afrika, in Azië, Zuid-Amerika, geen enkel probleem. Want ze hebben vrijwel niets. Waardoor het makkelijker is achter Jezus aan te gaan. En de principes van het koninkrijk zijn haast tastbaar aanwezig. Wij zijn, en ik kan het gewoon zeggen, omdat ik er zelf onderdeel van uitmaak, volgevreten westelingen. En we vertrouwen op onszelf. We zelf hebben klaargespeeld. En we vinden het knap moeilijk om achter Jezus aan te gaan. Maar dat is wel onze opdracht. En dat is de oproep voor deze ochtend. Abraham heeft het moeten leren. Abraham kreeg weliswaar de belofte dat hij een zoon zou krijgen. Dat uit hem een groot volk zou ontstaan. Maar die belofte kreeg hij toen hij nog geen zoon had. Hij moest daar nog zeker 20 jaar op wachten. En toen was daar... Toen was daar zijn zoon Isaac. Daarvoor had hij het zelf voor elkaar willen boksen. Via Hagar kwam daar Ismaël. Maar nu was er Isaac. En toen Isaac een tiener was, zei God tegen Abraham, ik wil dat je je zoon offert.
En hij was van plan om dat te doen. Hij had hem al op het altaar gelegd. Hij had zijn mes al klaar om zijn bloedeigen zoon doodsteek toe te brengen. Maar dat maakte wel dat Abraham de vader van alle gelovigen werd. Of David, die de belofte kreeg koning te worden. En hij kreeg tot twee keer toe de kans om Saul, die toen koning was, om te brengen. Tot twee keer toe deed hij het niet. Want hij zei, de Heer is rechter, God is rechter, niet ik. Ik ga niet het koningschap mij toe-eigenen, het is mij beloofd en de Heer zal het mij geven. Met als gevolg dat hij een voorbeeld koning werd voor alle andere koningen die na hem kwamen. Sadrach, Mesach en Abednego moesten buigen voor het beeld. Ze deden het niet. En ze wisten, we moeten het met ons leven bekopen. Ze zouden in de brandende oven worden gegooid. En zo is het ook gebeurd. Ze werden in de brandende oven gegooid. En ze maakten een wonder mee. En het wonder was niet alleen dat zij het er levend van afbrachten, in tegenstelling tot de mannen die hen in de oven gingen gooien. Maar ze hadden ook een ontmoeting met de engel des Heren. Zie je wat er gebeurt als je durft los te laten en gehoorzaam bent aan wat God van je vraagt. Dat betekent, in dit geval achter Jezus aangaat, je zult dan dingen meemaken die je never nooit zelf had kunnen bedenken of had kunnen regisseren. Wil je dingen van God zien? Wil je God zien werken in jouw leven en in je omgeving? Wil je het koninkrijk van God ervaren in jouw leven? Dan kost het je wat. En ik zal je vertellen wat het je kost. Het kost je alles. En misschien zitten hier in de gemeente al christenen die dat al weten. En die dat al kunnen. En dat is fantastisch. Er zijn misschien ook mensen in de gemeente nu die dit voor het eerst horen. En denken van, oh, het is wel best pittig. Dat is best pittig. En er zijn misschien ook mensen nu in deze gemeente die zeggen, ja, ik heb dit wel vaker gehoord. Maar ik vind het moeilijk. En ik denk niet dat ik het ga doen. Ik neem genoegen met mijn kaartje naar de hemel. En dat is ook prima. Dat wil zeggen, je doet daarmee wel het koninkrijk van God tekort. Want de Heer zoekt jou om ingeschakeld te worden voor zijn koninkrijk en voor zijn dienst. Weet je, soms denken we dat ons leven helemaal afhangt van wat wij klaarspelen in de zichtbare wereld. Hoeveel geld je verdient, hoeveel bezit je hebt, hoeveel status je hebt, hoeveel vrienden je hebt. Maar lieve mensen, het kan je zomaar weggenomen worden. En wat blijft er dan over van jouw leven? Hoe rijk is het als je hebt geleerd te wandelen in het kielzog van Jezus? Om je leven te laten wortelen in zijn koninkrijk. Niemand op deze aarde kan dat van je afnemen. Dat is het echte leven. Dat is het eeuwige leven. Het leven waarvoor jij bent gemaakt. Dat is wat discipelschap is. Ik hoop dat je voelt dat het een cursus overstijgt. Dit is een levensstijl, een nieuwe manier van leven, waarvoor iedereen die in deze zaal zit, geroepen is. Maar nu komt het. Nu gaan we naar dat vers, wat we allemaal wel kennen, in Matteüs 28. Matteüs 28. Even, hè? Stel, iemand ligt op zijn of haar sterfbed. Staat op het punt om zijn of haar laatste adem uit te blazen. Maar vlak voordat hij of zij dat doet, wil er nog één zin uitgesproken worden. Wat denk je? Zou die ene zin belangrijk zijn? Ik denk het wel. De Heer Jezus was al gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Maar staat op het punt dit aardse leven in te ruilen voor het leven daar naast de Vader op de troon. En hij spreekt nog laatste woorden. En dat zijn deze woorden. Zouden ze belangrijk zijn? Denk het wel. Vers 18. Jezus kwam dichterbij. Ook alleen dat al geeft aan dat het belangrijk is. Als iemand dichterbij komt, worden er belangrijke woorden gesproken. En zei tegen hen, mij is gegeven, of mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, of discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is bijzonder, hè? Dus Jezus zegt allereerst, mij ze geven alle macht in de hemel en op aarde. En hij zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Dus Jezus zegt, mij geef alle macht en ik ben met je. En daartussenin ligt de opdracht aan jou en mij om discipelen te maken. En juist dat discipelen maken, daarvan heeft God ervoor gekozen dat dat mensenwerk is. Want als wij dat niet doen, gaat het niet gebeuren, lieve mensen. Worden er geen discipelen gemaakt. Als ik tot de conclusie kom dat de kerk in Nederland ziek is, omdat er een gebrek is aan discipelschap, heeft dat te maken met het feit dat wij geen gehoor geven aan de opdracht van Jezus om discipelen te maken. Jezus zegt namelijk, mij is gegeven alle macht en ik ben bij je, maar aan jou om discipelen te maken. En als jij dat niet doet, gaat het niet gebeuren. Niet. Ook niet in deze gemeente. En wat is nou discipelen maken? Discipelen maken is meer dan alleen mensen tot geloof te zien komen. Daar begint het mee. Er staat niet, ga op weg, maak zoveel mogelijk bekeerlingen. Nee, hier staat, ga op weg en maak discipelen. En discipelen, iemand discipelen, is een lange ademproces. Is iemand helpen te leven volgens de principes van het koninkrijk. Dat is wat discipelschap is. En misschien zit je hier en denk je bij jezelf, ja Martin, ik leef al jaren met de Heer. Ik heb al duizenden preken gehoord. Ik heb al duizenden bijbelstudies gevolgd. En ik weet zoveel over de Bijbel. En heel eerlijk, kan me helemaal niet schelen. Fantastisch, mooi voor je. Maar jouw opdracht is om discipelen te maken. En de vraag is, hoe gaat dat dan? Hoeveel discipelen ben jij nu aan het maken? Hoe groot is die groep nu? Hoeveel mensen ben je aan het begeleiden op dit moment? En het helpen om discipel te worden? Dat is waar het om gaat. En dan moet ik mezelf ook steeds voorhouden. Martin, je werkt weliswaar bij Royal Mission, maar hoe staat het ervoor? In hoeverre is jouw hart daarbij? En ben je gepassioneerd om discipelen te maken? Zit ook niet vast aan een bediening, want het is een opdracht voor iedere gelovige. Dus ook een opdracht van deze gemeente. En als ik ben gevraagd om jullie wat te helpen, om jullie te dienen als gemeente, kan ik niet voorbij deze vraag. In hoeverre jij discipelen aan het maken bent. Het is ook zo makkelijk om te zeggen, nou dan moet het leiderschapsteam ervoor zorgen. Nee, die opdracht is aan jou. Ga op weg. Maak al de volkeren tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te onderhouden, al wat ik jullie heb bevolen. En wat heeft de Heer Jezus al niet bevolen, joh? En misschien is het al realiteit geworden in jouw leven. Als het zo is, wordt het tijd om het door te geven. En dan sta ik hier en heb ik het voorrecht om jullie dit seizoen in ieder geval te helpen. Ook op dit thema. Stel eens voor, dit gebouw moet aangepakt worden en jullie huren een aannemer in. Die moet dan dit gebouw opknappen, whatever. En die aannemer die komt hier en die zegt, ja, ik weet wat er moet gebeuren. En ik zie precies wanneer dat moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Alleen, en ik heb mijn bus vol met materiaal daarvoor en gereedschap om dat te gaan doen. Maar ik kies ervoor om een collega aannemer te vragen om daar materiaal te gebruiken. Hoe klinkt dat voor jullie? Is dat logisch? Dat is niet logisch, nee. Je mag mij gerust zien als een soort van geestelijk aannemer. Ja, klinkt misschien heel erg gek, dit is een metafoor, hè? Dit is een voorbeeld. En ik word ingehuurd vanuit Royal Mission. En ik kom hier met een busje, met attributen. En ik probeer zo goed en zo kwaad als dat gaat, met datgene wat ik aan ervaring heb, om de gemeente te onderzoeken, met zo'n stethoscoop. En dan kom ik tot de conclusie, ik denk dat het dit en dit nodig is. Het zou raar zijn als ik de instrumenten die ik rijkelijk bezit, om jullie te helpen, niet ga gebruiken.
Een instrument om jullie te helpen met betrekking tot discipelschap is een groeijaar. Ik hoor mensen zeggen, ja, groeijaar. Martin, weet je, die vier modules over intimiteit met God en over Gods Koninkrijk en over de Heilige Geest, over roeping en bestemming, ken ik al lang. Sterker nog, een aantal van die boeken heb ik al lang gelezen. Weet je, al had je ze uit je hoofd geleerd, kan me niks schelen. Waar het om gaat is dat je in zo'n groeijaar met een groepje bij elkaar zit en dat jij jouw vermeende kennis over gaat dragen aan dat groepje. Want je bent geroepen om te discipelen. Als jij al een fantastische intimiteit met God hebt, dan wordt het tijd dat je anderen gaat leren om hetzelfde te doen. Als je al alles weet over het Koninkrijk van God, fantastisch mooi, dan wordt het tijd dat je anderen helpt om in dat Koninkrijk te gaan wandelen. Als je al volledig vervuld bent met de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest tot in die finesses al in je vingers hebt, fantastisch mooi, dan wordt het tijd dat je anderen gaat leren hetzelfde te doen. Om diezelfde kracht te ervaren. En als je al je plek hebt gevonden in Gods Koninkrijk en volledig in je roeping en bestemming wandelt, geweldig mooi, maar dan wordt het tijd dat al die mensen die het nog niet weten en zich daar wanhopig over voelen, helpt om hun plek te gaan komen. Met als gevolg dat jij daar op jouw beurt weer door zult gaan groeien. Ja, waarom dan dat groeijaar? Omdat het van Royal Mission is zeker? Ja, want ik ben ingehuurd namelijk vanuit Royal Mission. Ja, en volgens mij ligt daar een hele mooie kans om anderen te helpen achter Jezus aan te gaan. En ik ben ervan overtuigd dat de gemeente daar gezonder van wordt. En als ik van Akerper zou zijn, zou ik iets van Akerper hebben gepakt. En als ik van Open Doors zou zijn geweest, zou ik iets van Open Doors hebben gepakt. Kan me ook helemaal niks schelen. Wat me wel kan schelen, is dat deze gemeente gaat groeien. Omdat ik er van deze gemeente hou. En omdat het Jezus van deze gemeente houdt en jullie wil voorspiegelen een discipel van hem te worden en andere mensen te discipelen. En dan, als je andere mensen gaat discipelen, zul je iets gaan merken. Namelijk dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde en dat hij zegt, en ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Als je in jouw comfortzone blijft, lekker in jouw eigen controlewereldje, ook in je eigen geestelijk controlewereldje, waarin je alles keurig hebt afgebakend, zul je daar helemaal niets van merken. Je zult pas gaan merken als je eruit gaat stappen, spannende dingen gaat doen, zoals ik nu vanmorgen ook iets spannends doe, hè, want ik vind het best spannend, dus ook best kwetsbaar. Pas dan zul je merken dat hij alle macht heeft en voor je zorgt. Dat is het avontuur van het Koninkrijk. Mooi. Ja, amen broeder. En we gaan daarvoor bidden. Is het goed? We gaan daarvoor bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dat u al wonderen heeft gedaan vanmorgen. Namelijk dat mensen hun leven aan u hebben gegeven. Maar u heeft ook nog een ander wonder gedaan. Namelijk uw woord laten spreken. En ik bid dat woord en geest vanmorgen zullen gaan samenwerken. Dat we in deze vervelende, irritante boodschap ervoor kiezen om weerstand die iets over ons zegt los te laten en ons hart te openen voor u. Om de uitdaging van uw koninkrijk te pakken en te gaan ontdekken dat u leeft. En te gaan ontdekken dat u alle macht heeft. En te gaan ontdekken dat u uw hart naar ons uitgaat en dat u voor ons wilt zorgen en ons wilt helpen, ons laten groeien. De Heeren zijn geroepen om te groeien, om te veranderen, naar meer en meer van u. En Heeren, dat zal niet gebeuren als wij in onze comfortabele zetel blijven zitten. Dat kan alleen als we opstaan, de vervelende weg gaan bewandelen, controle loslaten, zekerheden loslaten. En u bij de hand nemen. Om achter u aan te gaan. Misschien dat we nog vertwijfeld vragen. Heer, maar waar gaat u naartoe dan? Maar ik ben ervan overtuigd. En ik heb inmiddels geleerd dat u dat niet zegt. U wilt leren. Dat wij u gaan vertrouwen. En anderen helpen. Om dat te doen. Heer, want aan de voorkant zijn wij schaap die de herder volgt. Maar aan de achterkant zijn wij een herder. Om andere schapen te helpen om u te volgen.
Dat is onze opdracht. En ik bid dat u die boodschap laat landen in ons hart op dit moment, in Jezus' naam. En dat we de uitdaging oppakken om u te eren en uw koninkrijk te bouwen, in Jezus' naam. Amen.